Om geen risico te nemen, zoeken ze geen andere oplossing dan om de trije dagen van de originele Sint-Nykstermerken dicht te blouwen. Dat geldt onder andere van Rudy Posma van het Wapen van Friesland. Ja, dat betekent nou ja, op deze manier hoe we het nou doen. Dachten we misschien kunnen we wel liepen. Maar dat, toen hebben we nou ja, inderdaad contact gehad met de kroegeigenaar en ik. Dus dan ik al dit halen we net in de hand dan. Ja, het leeft nog wel een beetje op en nee, wij zijn, het is gewoon net te handhaven. Had je hier een paar honderd man op het dik, misschien wel 1000 man, en er zit een mooi beeldje bier in, dan het is gewoon net te handhaven. Het is voor u net het dan, staat de maatregelen nou binnen en hoe we handhaven moeten. Dat zullen we zorgen of ze niet beslist net zitten. Maar de organisatie van de optocht en de feesten, de VVV Sint-Nyk, zit dags net stil. Mijn speciale radiostream had het Sint-Nykstermerken gevoel bij meesken thuis komen. We hebben als bestuur besloten om de Sint-Nykstermerken bij de meesken thuis in huis te brengen. Dus we gaan een driedaagse merkenradio opnemen. Nou, we hebben juist een vergadering gehad en toen hebben we wel Simmerko zijn van wat helwies op de hals. Helemaal aangegeven dat we bij de gewone Sint-Nykstermerken hebben een draaiboek van 70, 80 pagina's. Ja, nou heb ik een draaiboek. Dus ja, waar is je aan en wat kom je in? Helemaal met de maatregelen die er nog binnen. Ja, maar we beginnen er iets moois van maken.